President Chandrika Prasad Santokhi is terug van zijn medische reis naar Nederland. De president bevindt zich in goede conditie en er is geen reden voor zorg in zaken zijn gezondheid. De president zet met zijn komst zijn werkzaamheden voort. Recent zijn de bacheloropleidingen civiele techniek van de faculteit der technologische wetenschappen en sociologie van de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA. Voor civiele techniek betrof het een accreditatie op basis van een toets, nieuwe opleiding, en voor sociologie een accreditatie als bestaande opleiding. Met de accreditatie van deze opleidingen telt de ADECUS momenteel 18 geaccrediteerde opleidingen, waaronder 7 opleidingen van de FTEW en 8 opleidingen van de FMEW. Suriname treedt deze maand op als gastland voor de 14e vergadering van de Technische Adviescommissie, TAC, van het Caribbean Disaster Emergency Management Agency, CDMA. Deze vergadering met 26 deelnemende landen vindt plaats van 17 tot en met 21 april. Zowel het DNV als het NCCR zullen hierbij betrokken zijn. De TAC heeft een adviserende rol, onder meer over zaken die verband houden met strategieën voor het mobiliseren van middelen, herziening van het werkprogramma en programmaontwikkeling.